bij een nieuwe vlog. Vandaag vlog nummer 20. En vandaag gaan wij weer naar de boerderij toe. En wat gaan we vandaag doen op de boerderij? We beginnen vanmorgen met voeren. Of eerst met koffie. Oh, koffie is gewoon. Ik heb zin in koffie, dus ik ga zo even koffie pakken. We beginnen met koffie. Voeren. Voeren en schoon misschien. Daarna weten we nog niet wat we gaan doen. En ja, koffie is mijn ding. Ik hou van koffie. Koffie houdt van mij en ik hou van koffie. Dus ik ben ook wel een beetje een koffie. Je hebt alcoholisten en je hebt koffielisten. Nou, dat ben ik dus. Voor de rest, wat we gaan doen, is nog niet bekend. Ik hoop dat we een hele mooie klus gaan krijgen vandaag. Maar we moeten even afwachten. Ja, goed. Het is ook afhankelijk het weer en et cetera. Het weer moet goed zijn om diverse klussen te kunnen doen. En er moet gewoon genoeg werk zijn. Dus we gaan gewoon het zien vandaag. Ik ga zo meteen koffie zetten en dan ga ik richting het werk. En zo meteen als we op het werk zijn, dan krijg je, dan gaan we overvliegen naar het werk. Oh ja, vliegen. Ik heb geen vliegtuig. Nou, ik wou gewoon. En we gaan dus even koffie drinken, dan gaan we naar het werk. En dan zien we elkaar zo meteen weer terug op het werk. In 3, 2, 1. En we zijn nu. Zo, we zijn inderdaad nu op de boerderij. En overal aan de trok. Nou, het eerste wat ik zie is dat de trekkerband op zich gekleurd is. Je zult een beetje op zien zeekant. Ja. Dus dat is niet goed. Dus we gaan vandaag de trekker niet gebruiken. Ik denk dat de eerste trekkerbanden maar helemaal opgepopt moeten worden. Kalfjes. Aardig koud buiten, dus ik heb maar nog steeds mijn muts op daar. En dan gewoon zien wat het vandaag gaan brengen. We gaan eerst met een kop koffie, denk ik. Ja, eerst een kop koffie en daarna gaan we voeren. Een beetje voer aanschuiven, ik zie dat het nodig is. Dus kijk, het voer was vandaag toch wel een beetje aangeschoven, denk ik. Dan zullen we wel zien wat het gaat worden vandaag. Ik ben wel benieuwd naar wat we gaan doen. Dus. We zullen zien. Ah, de ezels zijn ook verplaatst. En dit is nog steeds een. Echt een modderpoel, dit. Ja. Echt een modderpoel. Nou ja. Ach. En jij hoort erbij. Dus ik ga maar eens aan de koffie, denk ik. Mijn sigaretje helemaal opbroken en dan ga ik aan de koffie. Jongens, wij zien elkaar straks weer. Ja. Hoi. Zo, we zijn nu bij de varkens. We hebben vanmorgen gevoerd. We gaan nu de varkensstal uitmesten. We hebben gespeeld met mijn kalf. Ik zeker weten. Een schatje. Ja, we zijn nu bij de varkens. We moeten de stal uitmesten. En dan gaan we wel kijken wat we voor de rest nog meer gaan doen. De trekkerband is inderdaad leeg. Dan moet geplakt worden. Lekker rustig. Alleen een beetje last van defensie. Die loopt die oorlog die loopt te spelen. Maar goed, dat hoort erbij. En ja, we gaan het zien. We gaan de varkensstal zien, mijn best. Zo, we zijn nu in de stal van de varkens. Ik zeg niet van wie, maar toch ben ik bezig. Ik zweer met de pleuris. En ja, de kreden van ja, ze trekken het niet doet. Ja, druk bezig. Ja. Ik kan even inzoomen, maar hier zijn we mee bezig. Bij je poep aan wegschem. Nieuwe stro erin. En dan kan een aantal mensen heerlijk gaan slapen. En dan komt de poep aan. Wat voor dat, vieze. Ja. Nou, ik ga zo aan het werk. Doei, leukie. Zo, nou,
Dan gaan we nu zo even pauze houden. Lekker koffie drinken. Nu heb ik naar mijn schatje toe. Kalfie. En misschien dat ik er nog wel een keer mee ga wandelen. Dat zou wel leuk zijn. Daarna gaan we weer terug in het hok. Dan gaan we weer uitmesten. En dan... gewoon zien wat er gaat gebeuren de rest van de middag. En de rest van de dag. Ja. Zo. Ik ga koffie drinken. Ik zeg tot straks. En... adios, amigas. Loe. Zo, koffiepauze is gehad. Nou, we gaan alweer verder met de strontschep. Hé, hey, we lopen erheen. Motorrood. Zo, misschien ben je het varkenshok aan de kom. En we gaan weer deur scheppen. Kip mak. Veilige zaak. Zo. Kijk daar. Die bing, die ben aardig groot geworden. Hij is moeders de vrouw. Ik ga met ze even overheen klimmen, denk ik. Acrobatiek. Oké. Ik heb iets te strakke broek aan. Dan gaan we nog een keer proberen. Immer. Zo. Een trappetje is niet verkeerd, lok zeggen. Zo. En we zijn binnen. En dan gaan we weer een beetje mes filmen. Ja. Dan gaan we mes filmen, ja. Kippetjes lopen lekker buiten. Dus als je nog een kippenpoot wil. Of een kipvleugel, maar hier wezen. Of een kippenbast. Nou, ik ga weer verder. Jongens, ik trap aan met dat ding. Zo, kruiwagen weer vol. En die gaan we hem liggen. Bam dat de trekker niet doet. Maar meestal gebeurt dat altijd met de trekker laden. Dan moet je dat met de hand doen. Ach ja. Je hebt niks voor te zeggen, hè. Ach ja. Nou, ik ga hem even leren. Kom maar. Adios. Zo. Praks al zoet gemest. Weer zo'n paar. Zo ingestrooid. Straks heb je eten. En daarna gaan we stier pakken. Rodeo. Gaan we stiertje pakken en dan gaan die stier zijn oever plaatsen. Nu hebben we een bezig pakken. Ik heb op laatste moment een beetje last van mijn ruggen. Maar ja, goed. Hoort het bij je. Nou, ik ga hem bezig pakken en dan een juist vegen en dan is het gebeurd. En dan gaan we naar een andere klus. Stier vangen. Tjo. Ding, hè? Oh, ja, lekker ding, hè? Lekker ding, hè? Lekker ding, jongen, hè? Lekker ding. Lekker ding. Hè? Lekker ding, schatjes. Lekker, oeh, lekker, hè? Wil je ook nog even? Oh, ja. Hey. Lekker slijm, hè? No. Ja, we zijn nu bezig met de stier aan de overzetten. We hebben net gegeten. En we zijn nu bezig met de stier aan het overzetten. Dat wil nog niet helemaal lukken, maar dat bijna. Maar ja, goed. De stier ging er tussenuit. Mijn taak is achter het hek staan om te kijken of er geen pinken over het hek ging jumpen. Zojuist wel gebeurd over kwart. Ging niet helemaal goed, maar ik moet nog in de gaten houden of er geen pinken eroverheen springt. Dus ik ga snel weer aan het werk. En dan zien we zo meteen wel weer verschijnen. En binnenkort hebben we iets leuks, want we gaan een kalfmak maken. Nou, hoe dat eruit ziet, dat zie je in de volgende vlog. Maar eerst gaan we even proberen de stier te vangen. Dus tot zo. Zo, poging 3. Dat was gelukt. Stier gevangen. Eerste keer was niet gelukt. Tweede keer ontsnapte die. Poging 3 is gelukt. Dus... Poging 1 was kwart rijden.
Ja, die stier die ging met een kwarter vandoor. Die dacht even, oh, woem, woem. Je kent wel die tekenfilm dat, dat die koeien met een kwarter heen of met de fietsen. Nou, dat leek er net echt op. Nou ja, goed. Die stier is gevangen. Die heeft even een avontuurtje buiten de poorten beland. En die heeft een stukje gewandeld. Maar die zit alweer keurig in de veerwagen. Een beetje onrustig, maar de kwart is nog heel. Daar ben we blij om. Ja, dus alles is heel. Dus goed. We gaan de laatste beetje doen en dan is ook zo weer koffietiet. Dus, nou, ajo.